Woensdag 16 maart was het boomfeestdag. Dit werd gedaan op de Gaardedreven in Zegwaard. Kinderen van groep 5 van de Hofvijver kwamen samen met wethouder Paalvast van de school gelopen om deze boom samen te planten. De locatie was gekozen naar aanleiding van het snoeien en kappen van de plantanen in de wijk. Tijdens een buurtoverleg over deze bomen is besloten om hier een boom terug te plaatsen. De kinderen hadden letters meegenomen van school en gingen samen met de wethouder op zoek naar wat voor boom er geplant ging worden. Ik ben wethouder hier in Zoetermeer. En ik ben niet de enige wethouder. Er zijn 5 wethouders en er is 1. Weet je dat? Burgemeester! Bijna goed. 1 burgemeester. 1 burgemeester en 5 wethouders die vormen samen het college. Het college van de stad. Dat weten jullie dat ook? Kunnen jullie dat mama en papa ook uitleggen? Maar goed, vandaag zijn we hier voor de boomfeestdag. Heel goed. En wij gaan met z'n allen gaan we een boom planten. Okay. 5. Voor het midden. Hier zo? Nee. Deze kant? Ja. De 1 moet zeker naast de 12. Nee! Hier! Nee. Oh, sorry. Ik denk dat hij iets andersom moet. Dat 12 moet. Oh, gaat niet goed. Ja, ik wil wel Arabisch lezen. Anders wordt het Chinees. Nou, ja. Even kijken jongens. Dan kijken we nog meer geholpen. Nee, hiermee moeten we doen. Nee. Dan hebben we nog deze letters erbij. Kadinder. Dino! Jongens, wat zou het zijn? Wat begint met een K? Dino! We hebben een president, we hebben een minister. Wat hebben we nog meer? Een belangrijk persoon? Koning! Zou dit een koning zijn? Koning? Ja! Koning! Pak maar, leg maar bij. En de M? Die van de M? Nee, daar ligt dan. Koningslinden! Ja, goed zo! Dat is de boom, jongens! Ja. Heel goed geraden, jongens! Ja, dat had ook heel goed geweest. De wethouder zette de boom op zijn plek en 10 kinderen mogen de aarde over de wortels van de boom gooien. Ja, leuk is dat zo. Beetje verder. Ja, leuk hoor. Robby, kijk even naar mij. Ja, schep hem maar. Moet je mij vragen? Ja, jongens, kom op, hè. Kom op. Hier nog. Daarna mogen de overige kinderen van de klas de bonenbedekkers rond de boom plaatsen. De kinderen kregen allemaal nog een glas perensap uit de plaatselijke boomgaard en een liniaal van de boomvis. Yeah.